Wow, wow, kijk dit! Oh, pak ze! Oh, double kill! Yes, mensen! Daar zijn we weer, nog steeds hier op Legends of Gaming. Het is Call of Duty Vanguard Week, video 3 van de 100.000 miljoen die er komen. Die wil je allemaal niet missen. Ik ben hier nog steeds met Enzo Knol. Ja, en ik ben dus Mattie. En we zijn nog steeds bezig, man. Ja, zeker. We zijn nog steeds bezig. We gaan vandaag weer iets leuks doen met twee nieuwe special guests. Maar eerst wil ik jullie even op wijzen dat hier in ons midden een hele mooie PlayStation 5 staat. Die kan je winnen, maar ook nog heel veel andere mooie prijzen. Maar wat moet je dan doen? Het enige wat je moet doen is gewoon die woorden spotten in 4 video's deze week. En die moet je dan vormen tot een zin. En die moet je even DM'en naar het Instagram van Legends of Gaming. En wie weet wil je wel deze PlayStation 5 of nog heel veel andere vette dingen. Wat vind je trouwens van de achtergrond vandaag? Ja, ik vind het mooi. Het is beter, het is minder koud hè, dan vorige keer. De vorige keer was het nogal grimmig. Het was zo koud, hè? Dat is niet normaal. Wat bedoel je daarmee? Zulke sneeuwvlokjes. Oh ja, oh ja. Maar goed, nu is het wat warmer, een beetje rimbo-achtig, Pacific vibes een beetje. Ja. We gaan trouwens een hele leuke game mode doen. We gaan 2 tegen 2. En dat is een patrol game. Dus ik speel tegen jou nu? Ja, jij hebt je celebrity. Ja. En ik heb een celebrity. En die gaan we carryen. En die gaan wij weer carryen. Oké. Okay. En niet gecarried worden, hè? Als jij gecarried wordt door jouw celebrity. Dat ligt eraan wie er komt. Ik ben heel benieuwd wie er gaat komen. Nou, daar gaan we nu achter komen, dames en heren. Let's yes. go! Tik hem niet meer laten hangen. Let's go! Goed zo. Ik sta hier met Stefan. Beetje ervaringen met Call of Duty Vanguard? Nou, niet met Vanguard. Ik heb vroeger Call of Duty gespeeld, maar dat is echt lang geleden. Dus okay. Als het hetzelfde is, dan moet het goed komen. En, ja, ik ben hier met Lies en die is heel goed, zei ze. Echt veel beter dan jullie. Onwijs. Ik ga jou carryen, hoorde ik net. Oké, oké. Doe je best, Mattie. Let's go! Succes, man. Succes. Daar zijn we, dames en heren. Wel handig om nog eventjes te vertellen dat wij dus een hele leuke game mode gaan doen. De game mode, zie je ook in beeld staan, heet Patrol. Wat daarvan de bedoeling is, heeft iets te maken met een rondje, toch? Een cirkel. En je moet in die cirkel zijn als spelers en dan verdien je punten. En wie het is bij 250 punten is, die wint. Maar om te winnen moeten we natuurlijk even een goede loadout samenstellen. Dus we geven elkaar allemaal even de tijd om een goede loadout samen te stellen. Ja, dat is goed. En nu is meteen mijn vraag aan jou. Wat een goed waar. Zal ik sniper of? Dat is wel. We moeten sowieso één sniper klaar. Ja toch? Ja. Dus wie gaat het worden? Ga jij dat worden of ga ik dat doen? Nou, laten we er gewoon allebei één maken. Oh ja, tuurlijk. Kunnen we wisselen? Ik denk dat deze toch. Ja, ik speel normaal met de Amex of met de Grauw. En die vind ik echt het chillst. Op Warzone? Nee, gewoon multiplayer, maar op Warzone. En Modern Warfare, ja. Ja, dus ik wil gewoon iets soortgelijks, want die staan er hier niet tussen. Bullet penetration. Ook 20 rounds. Sowieso het woord penetration klinkt wel lekker. Dus. Dat is wat je wil. Laten we die gewoon pakken. Ja, toch? We hebben tegenstanders penetreren. Hé, hey, die tracker, dat is die voetstap. Oh, die wil ik. Score. Een double time vind ik ook chill. Oké, zoals jullie zien, we nemen onze tijd wel allemaal even. Zijn jullie al bijna klaar? Of, nee, dit duurt nog wel even. Dit duurt nog wel even. Ja, dat dacht ik al, hè. Nou, dan moeten we misschien maar even doorspoelen, want we nemen dit allemaal bloedserieus. Ik heb nu een wapentje. Ik heb zelfs tijd over. Ik noem mijn loadout gewoon even bij naam. Kijk mijn loadout. Enzo penetration. Dit wordt hem hoor. Ja joh, start de game Enzo. Oké, ik ga starten. Ik heb koude hand. Ja, ik ook man. Ja, kut. Het is hier wel Pacific, maar alsnog koude handjes hoor. Oké, okay. 10 seconden nou. Oh, daar ben jij. Ben jij. Oh, dit is mijn sniper. Oh mijn god, oké, let's get it. Ja, oké, maar we moeten dat ding kopen. We moeten aan die taak laten we straight op gaan. Rechtsom weg van die zon. Oei. First blood! Oh mijn god, heb je hem? Oeh, ik ben dood, hij zit rechts. Maar je moet wel in die cirkel gaan. Ja, maar hij is al niet acuut. Nu wel. Oh, ja, nu wel. Cirkel is geit. Stefan, what the fuck? Ja, laten we die cirkel van. Jezus. Double kill! Oh, ik word gecarried, denk ik hoor. Oh, bro, waar zit die? Oké. Ik sta er nog steeds in. Jezus, hoe raar ik hem niet? Wat is dit? Ja, dag. Stem. Ben ik gek? Oh, nog eens op. Oeh, ik ben dood. Door Mattie natuurlijk. Oh, hij was links. Met zijn granaat. Wat een lulletje. Hey, maar dit is zeker Pacific. Dit is heel Pacific. Onwijs. Ze zitten achter ons. Kut. Hey, maar dit is dus de game mode, dames en heren. Kut. Het ziet er wel vet uit. Eerlijk is eerlijk. Het is wel leuk. Het is wel leuk. Oei. Maar ik ga tering slecht. Ik no, wie zit daar dan? Die Enzo Knol achter die barrel, hoor.
Waar is ze? Waar is ze? Oh! Oh! Ah, ik ben gepakt! Ik ben gepakt! Nee! Oh. Dat was gewoon lekker. Het was wel kijk, ook waar weer zie echt die een hele slechte... Oeh, we staan wel voor, Stefan. Ja, dit wordt mocht je dat een beetje een comfortabel gevoel geven? Oh, shit. Hoe zag je mij? Ik stond gewoon achter die blokken. Ze zitten helemaal niet dat ding te veroveren. Ze weten niet hoe het moet. Dat ding beweegt ook niet. Oh, yo. Oh, hoe moet je bukken? R3, je stick inklikken. Denk dat je daarop staat. Hoppa. Ik kan echt mikken, jongen. Oké, let's go, let's go. Let's go. Heerlijk. En nu heerlijk. Moeten we vouwen. Nu pakken we hem. Nu houden we hem vast! Oh my god. We laten niet meer los. Krijg ook meer punten als er twee erin staan. Maar hoe buk je? Met een rondje. Oh shit, pas op. Nee, als ik rondje doe, dan maar als er met z'n tweeën in staan, krijgen met we dan meer punten. Stikje, recht, we kunnen er één iemand in zetten, dat die andere een beetje gaat kijken. Oeh, wie was dat? Oh yes. Oh, lekker. Allebei net dood. Lekker, net. Goed. Helemaal goed dit. We staan op. Ja, we van die... Okay, maar die sniper die ik heb is echt... Oh, hoe spoel je dat door trouwens? Dat je sneller weer komt. Ik ben na. Oeh. Ik had hem bijna. Oh, hij is hier. Fuck. Oké, lekker. Waar moet ik in? Kom. Staan voor. Oh. Hoe dan? Ik raak ze toch gewoon. Oké, Stefan. Dit is niet goed. We zijn op dat. Nee, dit is een scheid. Ja, dit is een scheidgun. Ja. Oh, ik lag even te campen en ik word meteen afgestraft. Lekker. Iedereen heeft ook diezelfde gun, of niet? Volgens mij heeft iedereen die PPSH of zo. Nee. Ik heb die amputeerd. Hij had mij weer, man. Ik heb een glide. Hey, we staan te dik achter, dit kan niet! Mijn kogels zijn bijna. Ik kom je aflossen, Fuck! Ik heb een hond. Sorry, ik zit zo hard te schelden, maar houden jullie dat niet? Ik voel me nu echt zo'n... Hey, hallo! Ik word gekild met een pistool! Ja, dat is bro! Oké. Okay. Oh, wacht, ik heb hier ammunitie! Oh, hey, we moeten een comeback maken, dit gaat niet zo. Oké, wacht, ik ga verder. Maar echt. Ik moet er in het ding gaan. Kut. Ik heb een guard dog, yo. Hey, dit doe ik even als joker, dat 10 seconden. Hoppa, headshot. Wat doet die hond dan? Gaat die mensen killen? Hond? Oh mijn god. Wat is dat? Hij is daar, gooi. Ja, ik heb lekker. Oh, dat was Mattie. Nee. Ja, ik zag gewoon even in dit ding, hoor. Hoppa! Nee, dit is pijnlijk aan het worden. Ja, jij moest mij carry, hè? Ja, dat is echt wel heel erg pijnlijk. Dat lukt niet. Ja, dit heb ik ook nog. Hey, later! Oh, pak ze! Oh! Oh, hond! Maar wat doet die hond? Ik heb er ook nog een. Wat is die? Oh mijn god. Span naast. De cirkel gaat weg. Waar is die cirkel dan? Ja, die cirkel zit hier boven. Fuck. Nee, ik wil geen hondje doodschieten. Oh, dat doet me zoveel pijn, jongens. Ik die hard vegan hier. Ik ga mijn hondje aan doodschieten. Bro! Hey, kun je niet even van die vlag afgaan? Ja, dit is echt gewoon te huilen. Ja, ze zitten daar tegenover. Ja, daar. Oef. Heb je hem? Nee, ik heb het niet. Oh mijn god. Slecht. Oké. Let's go. Let's go. Fuck. Oké, naar die vlag. Oeh, lekker. Is het dun? Is het niet? Nee, toch. Oh, ik pak deze wel. Ik pak deze. Hij zit hier. Ah! Oh my god. Jongen, doekje. Daar! Ja! Oh, nee! Hij zit rechts! Ik heb hem. Deze gun is het ook niet, hoor. Wat een stressvol spel, zeg. Dit oh, echt, God. Jongen. Ik heb helemaal hartkloppingen. Ja, ik heb hem. Lekker, heerlijk gedekt. Knife. Oh, sorry. Ik stond net over. Ik wou bij die van knifen. Pas op. I know a ghost of zo. Deze gun is zo slecht. Heb je verkeerde loadout samengesteld? Ja, echt. Een bizar slechte loadout. Ja, maar ik heb dezelfde als jij. Ja, ik heb een beetje tactisch. Ik ga ook wel van alles. Ja, ik blijf gewoon niet. Waar spelen jullie mee? Die PP is af. Oh mijn god. Oh shit. Jij staat nog op punt, hè? Oh ja, score. We moeten er naartoe. Oké, ik ga erin. Ik ben bij jou. Ik heb een stun grenade gegooid. Oeh, die raakte iets. Oh, dat ben jij gewoon. Oeh. Ik snap op je te schieten. Ja, wat heb jij? Lekker hoor. Okay. Ik heb iets anders gepakt. Gesecured. Maar dit is wel beter wat ik nu heb. Ik heb iets gebeld, ik weet niet wat. Ze hebben al jaren samen spelen. Ik wil toch eigenlijk wel snipen.
Wauw. Dit is echt pijnlijk, hè? Dit is echt niet goed, hoor. Je hebt trouwens een beetje, ja, je rugpijn van het carrier wel, trouwens. Nee. Ja. Ja, bedankt, dan. Oké, maar we krijgen revenge, toch? Ja, dit komt wel. Gaan we nog een keer? Of, Nee. Dat ging op zich niet zo slecht. Ja, dat ging prima. We hebben aardig wat XP erbij gekregen. Maar ik heb ook nog wel iets moois voor Mattie en Lies. Want als je nou op de PlayStation met je Mattie speelt... En je zit in een party. Hey, dan, jij vindt dit allemaal veel te leuk. Jij vindt het leuk. Ja, die was wel echt funny. Dan kan je meer XP krijgen. Dus als je met een PlayStation in een party zit met je Mattie, dan kan je gewoon serieus meer XP krijgen. Dus dat als je met je Mattie in een party zit, dan kan je dus meer XP krijgen. Dus stel voor je zit met je Mattie, niet per se deze Mattie. Je hebt de resultaten gezien, maar met een Mattie. In een party, dan kan je extra... Kun je nog één keer uitleggen? Ja, met ik snap het niet, man. De PlayStation controller. Goede controles trouwens. Je voelt trillen als je schiet en zo. Je voelt trillen, ja. En ook harder trillen als je met een zwaar laag. Hey, je moet nog wat zeggen over de winactie, man. Doe dat ook. Oh ja, winactie PlayStation 5 met hele andere mooie prijzen. Wil je nog iets toevoegen? Ja. Leuk, leuk met jullie opnemen. Super genoten. Ja, dit was echt een goede binnenkant. Dit is even ons moment. Dit is even ons moment. Ja, laat ons ook een keer. Er komen nog meerdere video's aan. En dat is wel heel erg leuk, want deze twee special guests... Leuk dat jullie er waren. Gezellig. Zien we de volgende keer weer terug, want die gaan tegen de vorige special guest, de twee, Lies en Vincent, spelen. Oké. Dat wordt leuk. Ja, dus eerst ga je een beetje verslaan en dan moet ik daarna nog met je in het team ook. Dus het is lekker. Als je wilt. Die kan ze ook wel pakken inderdaad met z'n 26 kills. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Peace out. Abonneer. Knolpower. Leuk, Mattie. Dankjewel.